En Jij zat al lekker aan je, je overwinningsbeertje, of niet? We moesten hier even naartoe trekken. Ja, dat klopt. Ik denk, dat nou, jullie hebben al een aantal interviews gehad. En eh, jullie hebben mij niet meer nodig, dacht ik. Ja, natuurlijk wel. De trainers altijd. Maar hij smaakte denk ik wel extra lekker vandaag. Nou, ik denk dat het echt een overwinning was van het collectief vandaag. Het was natuurlijk lastig. Ik vond het, de eerste half uur vond ik heel erg matig. Van onze kant. Nou, dat was natuurlijk even zoek. Omdat we met een aantal jonge spelers die een tijdje niet hadden gespeeld. Ja, dan weet je dat dat uh, moeilijk wordt. Ik vond zelf dat we totaal niet de bal in de ploeg konden, konden houden. Ja, en dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment die situatie met de rode kaart En dan, uh, dan moet je keuzes maken. Ja, nou ja, keuzes maken, uh, goed uitgepakt uh, wat jou betreft. Wil jij ja, middenvelder, Castine scoort, maar die scoort ongeveer altijd? Nee, dat klopt, hè, maar het gaat natuurlijk meer om het systeem wat je dan gaat spelen. Hè, want zo vaak gebeurt dat niet. Ja, dan kan je kiezen voor een soort uh, 4-3-2. Of je kiest voor het 4-4-1. Nou, wij hebben uh, bewust voor het laatste gekozen. Met Kevin Sterling wat, uh, wat, wat alleen in de punt. Hè, maar die is natuurlijk wel balvast en die heeft ook de snelheid. Nou, en daaromheen uh, met uh, Roy uh, Kastine en uh, Daniel Zon. En ja, de vier middenvelders erachter die moesten iedere keer uh, in, de, in de zone lopen te dekken. Nou ja, en ik denk dat dat fantastisch uitpakte. Hoe gingen jullie die tweede helft in? Wat zeg je in de rust? Van 0-0 nou ja, daar tekenen we voor? Of toch echt op zoek naar die goal? Daar leek het toch ook wel op. Nee, kijk, in eerste instantie zet je op het bord neer hoe je graag weer spelen. Dus de 4-4-1. En dan met de buitenspelers met Roy en Daniel. Toen die het middenveld moeten ondersteunen. En aan de balkant ter hoogte van de middenlijn om daar vandaan de druk te zetten. Ja, en gaat dan een van hun middenvelders diep lopen, dan moet mijn centrale verdediger, André Morken of Oscar Wilford, die moeten een lopende mens oppakken. Want je weet dat zij natuurlijk gaan komen. Ja, en ik denk dat de jongens, dat centraal achterin, die hebben dat fantastisch gedaan. En uh, daardoor kon je bij Zit ook nog een aantal keren gevaarlijk worden. Ja, en dan valt die, die goal, Kastien, goudhaantje wel hè? Ja, absoluut hè. Soms kan je, je wel eens vervloeken. Hè. Maar, uh, ja, ja, waarom dan? Nou, kijk, je weet natuurlijk dat Roy bij balverlies, daar heb je een hekel aan. Hè. En uh, dan, dan wil hij nog wel eens uit zijn positie lopen. En bij Zit dan is hij natuurlijk de meest fantastische voetballer die we hebben. Maar ja, het is wel een teamsport en Roy moet zich daar ook aan conformeren. En dat heb je vandaag uitstekend gedaan. Ja, en dan weet je dat hij altijd een moment hebt, zoals uit die vrije trap van Daniel, dat hij gewoon gevaarlijk kan worden. Want het blijkt dus dat hij niet alleen met zijn voet kan scoren, maar dat hij ook nog met zijn hoofd kan scoren. Ja, nou ja, je bent 2018, ben je redelijk begonnen? Of ben je nu, tevreden, nu al tevreden over de twee wedstrijden genomen? Nou ja, als je uit bij Rijnsburg gelijk speelt en je wint bij GWV, waarin je een uur lang met Tiemann moet spelen. Ja, dan staat hij natuurlijk een hele tevreden trainer die heel erg trots is op zijn jongens. Ja, want je gaat je laatste maanden in. IJsselmeervogels is de volgende halte. Uh, je hebt er nu al voor gekozen. Is dat vroeg? Waarom nu al, zeg maar? Ja, maar dat is iets anders dan in het betaalde voetbal. Hè. Vanuit de, de amateurwereld weet je dat er allemaal vroege beslissingen worden genomen. Ja, En op een gegeven moment moet je keuzes maken. En uh, ja, als dan zo'n ploeg als IJsmeervogels komt, uh, wat toch uh, normaal gesproken uh, de, de top van Nederland is, ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Ja, en uh, gelijk ook op teletext gekeken, net wat zij hebben gedaan. Ja, maar dat had ik al gehoord, want zij waren wat eerder begonnen. Zij waren natuurlijk om twee uur begonnen. En, maar kijk, je bent nu met de HFC bezig en dat is het belangrijkste. En nogmaals, ik ben hartstikke trots op de jongens, wat ze niet alleen vandaag, maar eigenlijk het hele seizoen neerzetten. En ja, wie weet waar dat nog kan eindigen. Dankjewel.